Welkom bij deze video. Vandaag ga ik je vertellen wat het overloadprincipe is en hoe je dit zelf toe kunt passen. Voor mijn voorbeeld neem ik de squat. Stel, je squat vandaag 5 setjes van 5 herhalingen met 65 kilogram. De laatste herhaling van het laatste setje kostte je heel veel moeite en de zesde herhaling had dan ook echt niet meer gelukt. We kunnen er dus van uitgaan dat 5 setjes van 5 herhalingen met 65 kilogram je absolute max was. Ik ben Raymond en vandaag wil ik het hebben over. Nadat je 1 dag lekker op de bank hebt gehangen en rust hebt gehad, squat je weer en je verhoogt het gewicht met 5 kilo naar 70 kilo. Je squat weer 5 setjes met 5 herhalingen en weer lukt de zesde herhaling echt niet. Je hebt deze training 5 kilo meer gebruikt en je hebt evenveel herhalingen en setjes gemaakt als de vorige training, dus je bent sterker geworden. Wanneer je dit blijft toepassen, ben je dus progressief aan het overlopen. In het voorbeeld wat ik net gaf, heb ik gewicht genomen als factor voor het overloopprincipe. Maar er zijn meerdere factoren. Het eerste factor is gewicht. De tweede factor is meer herhalingen maken. In mijn voorbeeld gaf ik 5x5 als werksetje. En de volgende keer zou ik bijvoorbeeld 5 setjes van 6 herhalingen kunnen maken. Ben je dus beter, sterker, sneller, etc. geworden. Dan heb je dus ook het overloopprincipe toegepast. Je zou ook kunnen zeggen, ik neem minder rust. Stel je voor, je maakt 5 herhalingen. Daar zit een minuutje rust tussen. En je begint met de volgende 5 herhalingen. Als je daar 30 seconden van maakt, kan je ook het overloopprincipe toepassen. Want het is zwaarder voor je lichaam en je wordt dus beter. Hetzelfde geldt voor het tempo wisselen. Je zou een oefening op bijvoorbeeld met een zwaar gewicht heel explosief kunnen uitvoeren, zodat het moeilijker wordt voor je. Of je zou heel langzaam kunnen gaan squatten, waardoor het ook moeilijker voor je wordt. En als laatste hebben we een betere houding. Stel ik doe bicep curls en ik gooi het gewicht heen en weer met 20 kilo. Of ik wissel het gewicht naar 15 kilo, gaat dus wel het gewicht omlaag, maar mijn houding is beter. Ik sta rechtop, borst vooruit, armen naast mijn lichaam en ik begin nu met bicep curls. Alleen puur door die betere houding maak ik het moeilijker voor mezelf, dus pas ik het overloopprincipe toe. Als ik het overloopprincipe moet samenvatten, dan zou ik zeggen, het is zwaarder dan normaal. Zorg ervoor dat de training zwaarder dan normaal is, zodat je lichaam zich aan kan passen en daarna sterker terugkomt. Behalve het overloopprincipe wil ik ook uitleggen wat supercompensatie is, want die twee gaan toch hand in hand. Wat ik hierachter heb getekend, dat gaat eigenlijk alleen op voor beginners. Op het moment dat jij bijvoorbeeld, in mijn voorbeeld, 200 kilo squat, dan heb je niet genoeg aan 24 uur om te herstellen. Dit laat ik deze video buiten beschouwing. En als daar interesse naar is, wil ik daar best nog wel een videootje over maken. Maar wij concentreren ons eerst op de zwarte lijn. Stel je bent gaan trainen en dag 0 squat jij 70 kilo. Ging goed, het is gelukt. Goed, de dag daarna ben je moe, je hebt misschien spierpijn, want je hebt je lichaam een flink harde klap gegeven. Op dag 1 à 2 daartussenin, op dit moment, treedt supercompensatie op. En op dit moment hier zo supercompensatie. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, je bent op dat moment sterker als dat je was doordat je het overloopprincipe hebt toegepast. Als je op dag 2 gaat trainen met 75 kilo, want dit is het overloopprincipe, zwaarder dan normaal, je kon 70, je kan nu 75, dan zal je op dag 3 weer moe worden, weer spierpijn hebben en op dag 4, wanneer je goed hebt geslapen, goed hebt gegeten, kan je 80 kilo squatten, etcetera. Zo gaan we door. En zo pas je het overloopprincipe en supercompensatie toe. Nu wil ik gelijk laten zien wat er gebeurt als je maar 1 of 2 keer per week sport. We willen nu de rode lijn volgen. We doen hetzelfde als altijd. We beginnen weer 70 kilo op dag 0. Dit lukt, je hebt je setje gehaald, je bent de dag daarna weer moe. Maar je eet, etc. slaapt goed. En op dag 2 kan je 75 kilo sporten. Maar jij besluit die dag niet te gaan trainen, omdat je maar 2 keer per week sport of je hebt geen zin of weet ik veel. Wat er gebeurt is dat we afzakken. Dag 3 ga je ook nog niet sporten, zakken we nog meer af. En op dag 4 is het niveau dus precies weer 70 kilo waarop je bent begonnen.
het moment dat je hier 70 kilo gaat squatten, word je weer moe, herstel je weer, etc. En op dag 6 zou je weer de 75 kilo kunnen squatten. Wanneer je dit nu niet doet, loop je de supercompensatie mis, zak je weer af naar je 70 kilo en ben je dus eigenlijk, een beetje grof gezegd, voor Jan Lul bezig. En dat zou hartstikke zonde van je tijd zijn natuurlijk. Er zijn nog 3 belangrijke punten die ik toe wil voegen aan mijn video. Progressie gaat nooit lineair, gaat nooit in één rechte lijn. De ene dag zou je 72,5 kilo kunnen squatten, de andere dag misschien 83 kilo. De ene dag heb je misschien nog gehardlopen, je hebt hard gewerkt, je voelt je misschien actief, niet actief. Dat zal altijd schelen. Een tweede punt is dat de perfecte vorm is vereist. Wanneer ik de ene dag heel diep squat, de andere dag heel hoog squat en de andere dag normaal squat, dan ben ik dus niet sterker geworden omdat ik telkens meer gewicht kan toevoegen. Dan ben ik gewoon sterker geworden omdat mijn houding niet goed is. En het laatste punt wat ik wil laten zien is waar ik het halverwege de video al over had, als je een gevorderde sporter bent. Voor gevorderde sporters is het moeilijker om te herstellen. Dit is puur omdat zij hun lichaam zo zwaar kunnen belasten dat ze langer de tijd nodig hebben om te herstellen. Dit heel kort samengevat wil ik hier uitleggen. Normaal gesproken zou de gevorderde sporter 210 kilo kunnen squatten. Dat doet hij niet. Maandag begint hij op 200 kilo. Puur zodat de belasting niet al te zwaar is. Dag 1 moet hij herstellen. Dag 2 squat hij nog langer aan niet zo max. Squat hij misschien maar 195 kilo. Zodat hij niet weer terugvalt en hij langer kan herstellen. Dit is dus puur om voedingsstoffen naar de spieren toe te voeren, etc. Dag 3 heeft hij een rustdag en op dag 4 dan probeert hij eens een keer boven zijn normale gewicht te kunnen squatten. Nou, dat lukt en dan krijgt zijn lichaam zo'n verschrikkelijk harde klap omdat dat zo zwaar is, zo intens is, de intensiteit ligt heel erg hoog, dat hij een gigantisch stuk naar beneden valt. En dan heb je weer een week nodig om helemaal te herstellen. Bedankt voor het kijken, ik hoop dat je wat aan hebt gehad. En wil je nog meer van zulke soort video's zien, dan kun je om deze video abonneren. Of je kan een kijkje nemen op mijn kanaal, waar je ook kunt abonneren. Bedankt en tot de volgende keer.